zijn bijna klaar om in deze buis te stappen, richting jou. Ja. Ik heb er heel veel zin in. Tot strakjes. Doei. Yo, tot in Hawaii. We zitten ondertussen in San Francisco en we zitten hier, zoals je ziet, lekker in het zonnetje. Ik zal de camera even draaien. Hey, ja, San Francisco, 11 uurtjes gevlogen, een heel goede vlucht gehad. We hadden heel veel plaats in onze vlieger en alles is hier vlotjes gegaan tot hier toe al. Dus ze biedt lekker eten. En dan slapen, morgen vroeg om 6:45 vertrekken we terug naar de vlieghaven, morgen vroeg, richting Hawaii dan. Tot dan! Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben volop aan het inpakken. Niet nu, want ik ga het ontbijten, maar ik ben begonnen met inpakken. Want morgen komen mijn ouders naar hier. Ik heb er zoveel zin in. Echt super veel zin in. Dus oké, ik ga ontbijten, inpakken. En dan zie ik jullie morgen weer. Als het goed is, zijn mama en papa ook aan het filmen. Een beetje aan het vloggen. Over hoe dat je reis van België naar hier gaat. Ik ga knippen voordat je dat er allemaal aan zet. Kun jij erbij staan? Ja. Goedemorgen allemaal, dag Ella. Wij zitten nu te ontbijten. Te ontbijten. San Francisco. San Francisco. Ja. In de vlieghaven. Wij vertrekken binnen een 3 kwartiertjes met de vlieger naar Oahu, naar Honolulu. Dus dat gaan we daar zien. Hè. Zijn we nog 6 uur onderweg. Dus wat een goede start. Hè. Een goede burrito, een goede yoghurt. En een goed tasje koffie erbij. Tot straks. En mama en papa zijn net geland met vliegtuig. Die zijn nu aan het taxiën naar hun gate. En ik zit nu te wachten bij hun baggage claim. En ja, ik ben echt zo blij. Ik kan echt niet wachten om ze te zien. Ik heb even ontbijt gehaald bij Starbucks en was nieuw. Ik ben het aan het proberen. Het smaakt gewoon een beetje naar vanille ijs eigenlijk. Ja. En dan heb ik nog 2 koffiekopjes. Ja, oké. Nu even wachten tot ze hier zijn. Voilà, we zijn geland in Honolulu. We gaan nu Ella kijken. Zoeken tenminste. Die staat hier achter het hoekje, denken we. We gaan het zien, hè. Joehoe! Hey, Ella. Hey, meisje.
Hey, liefje. Hey. Alles goed? Blij weer zien. Maar drukt ook verkeerd in de lift. Eerst dat L duwen. Ja. We hebben deze hele mooie lift van ons hotelletje. En we gaan nu een koffietje halen om de dag goed te beginnen. Maar dit is dus de grootste outdoor shopping mall in Amerika. En we gaan Canada. Papa zit het al heel we hebben net zitten. We hebben net mijn school bezocht ook. Ja. Dat laten zien aan mama en papa. Wij zijn net, niet net terug van de mall. We hebben een heel wandeling erop. We hebben een heel wandeling erop zitten. We hebben even langs Magic Island gewandeld en het strand en al die dingen. Ook even aan mama en papa laten zien. En dan zijn we naar huis gegaan. Naar huis, naar het hotel gegaan. En nu zijn we onderweg naar het strand. Het is 5:00? 4:30. Zoiets. En het is nog. Ja, het is nog warm genoeg om op het strandje te liggen. Zin in!
Wij zijn aan het Polynesian Culture Center. 3 uur te laat, want we hebben helemaal moeten omrijden met de bus. Maar we hebben net iets gegeten. En we gaan nu het park binnen en zien wat er allemaal te doen is. We hebben net 2 shows gedaan al in Samoa en Nieuw-Zeeland. En we gaan nu nog Fiji, Tonga, Hawaii en Tahiti. Gaan we nog doen. En dan hebben we daar ook nog shows om te zien. En het leuke is, na alle shows, dat zijn dan zo typische culturele dingen dat die laten zien. En na de shows kunnen allemaal soort van workshops gaan volgen en zelf leren hoe dat je dat moet doen en zo. Dus dat is echt wel heel leuk. En alles is hier super mooi aangekleed. Hi! Alles is super leuk aangekleed en zo. En we hebben echt prachtig weer bij. We go something like this. 1, 2, 3, 4. 1, 2, everybody. There you go. Louder. Botanical Garden sowieso al. De North Shore. North Shore. Gaan we daar wat strandjes doen. Was er nooit zo speciaal in? Ah ja, we gaan ook nog naar die kant van het eiland. Dus Cocoa Head en China Walls. En niet dat we daar per se heen gaan, denk ik. Maar we gaan daar wel eens rondrijden. Ja, stappen, hè? Ja. Dus dat gaan we doen vandaag. We zijn alleen aan het wachten nog op de auto.
het was gespat. Wacht, ik heb omdraaien. We zijn zo echt een stuk of 5, 6, 7, 8, 9, 10 beaches afgegaan. En we zijn nu bij een van de laatste. En dit is Sandy Beach. En Sandy Beach is eigenlijk, het bestaat helemaal uit lava, rotsen. Dus dit was allemaal lava. En nu is dat dit. Dus ja, dat is Sandy Beach een beetje. Ziet er wel heel cool uit. Naar het vliegveld gaan we naar het volgende eiland. Ik ga hier de vlog wel afsluiten, want van Kauai ga ik een nieuwe vlog maken. Dus bedankt voor het kijken. Geef zeker een like, abonneer en druk op het belletje en dan krijg je een melding wanneer ik de volgende vlog upload. Bye!